Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Hearthstone. Ik heb het al helemaal niet meer gespeeld. Ik denk al 2 maanden. Wanneer heb ik de laatste video geüpload? Toen. Nou, dat was de laatste keer. En helemaal niet meer aangezeten. Maar, nu zien we daar staan Solo Adventures. Er is iets bijgekomen. Namelijk de... het is de eerste keer dat ik op klik hoor. Wat is dit? Ik zie het echt voor het eerst. Maar het is Naxxramas. Je kunt nog oefenen. Dat is misschien wel handig. Ach, waarom ook. We gaan gewoon beginnen straks. Maar Naxxramas, dat is een solo adventure die je kunt spelen nu in Hearthstone. Het is helemaal bijgekomen. En de eerste... het gaat in delen. Dat noemen ze wings. De eerste wing, die kun je nu spelen. En, of de tweede misschien ook al wel. Maar in ieder geval... Je moet op een gegeven moment ook dat loskopen met goud. Nou, ik heb niet meer zoveel goud, 125 goudmuntjes. Dus ik moet echt wel weer even wat doen. Maar het leek me leuk om het op te nemen, dus dat ga ik weer even doen. En ik wil ook eventjes kijken bij mijn kaart, want ik zag dat ik hem... Even kijken, waar heb ik nou... Hier dacht ik. Nee, niet. Dan vind ik dat bij de instellingen. Oh ja, ik heb in juli niet gespeeld, dus ik heb het achterkantje van juli niet gekregen. Maar die van... Moet je nou kijken, wat leuk, rainbow. Er zijn allemaal vonkeltjes op. Nee, die heb ik dus die van juni, die heb ik al gekregen. Kijk, dus ik heb heel fanatiek gespeeld. Dit was het begin. En dit was volgens mij april, mei, juni. Nou, juli zit er niet bij en dit is... Het is nu augustus, die moet nog komen. En deze had ik al, de Fireside. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Solo Adventures en we proberen die Naxxramas uit. Allemaal kaarten die ik niet ken. Ik vind het leuk. Ik ben heel benieuwd. My preparations cannot be stopped. You are too late. Dat is mooi toch, dit? The Lich Kel'Thuzad waits within, along with 14 other deadly bosses to challenge your skills. Defeat the bosses to earn unique Naxxramas cards. Nou, cool. Ik ken die kaarten niet. Ik weet wel, ik heb heel veel er al over gelezen. Ik weet wel dat al die kaarten die nu in het spel bijgekomen zijn met dit, met de Curse of Naxxramas, dat het allemaal kaarten zijn met Death... God, weet nou. Ik ken de namen niet eens meer. Maar dat Death Rattles. Dus wat gebeurt? Dus als een kaart verwoest wordt, dan gebeurt er wat. En dat zijn allemaal nieuwe kaarten die dus nu worden gebruikt. Nou, we gaan met normal choose. What? How did you gain entrance to Naxxramas? Opening the necropolis for the first time. Access granted. Kijk, dat is het. Je hebt dus die Arachne Quarter. En die kun je nu gaan spelen. Maar je hebt ook de Plague Quarter. En dat kost of 6 euro om die los te spelen. Of 700 goud. Nou, 700 goud is niet heel moeilijk om te verdienen. Als je een beetje de dailies doet. Dus dat gaat wel lukken. Maar eerst maar eens even de Arachne Quarter. Arachne. Spinnetjes. Oeh. Ik heb mijn eigen kaarten niet meer, ik heb mijn eigen combo's niet meer. Als je 2 maanden niet speelt, ben je alles kwijt. Dus het zo voelt. 3 schatkistjes. Ah, het ziet er tof uit. Anubricon is one of my finest spider lords. Good luck, interloper. Ah, Anubricon is one of the finest spider lords of the ancient spider kingdom, Azjolna Rub. En zijn extra kracht is Skitter. Hij kan gewoon, voor 2 mana roept hij gewoon een 3-1 Nerubian erbij. Gewoon een of ander beest. Nou, het wordt waarschijnlijk moeilijk. Ik speel met mijn paladin, denk ik. Daar ben ik wel aardig handig in geweest. Die kiezen we gewoon. Getting in the mood. Oh man, ik vind het spannend. Het gaat natuurlijk weer keihard mis. Maar ja goed, ik laat het allemaal zien hoor. Uther versus Anubricon. Welcome to my parlor. I will fight with honor. Dit vind ik heel leuk. Ik moet dit allemaal kwijt. Ook een heel nieuw bord ook zo te zien. Nou, goed. Het is nog niet heel veel, maar toch. Wie begint er? Ik! En ik kan niks. Job's done. Nou, dat is jammer. Tof hè dit. Knop klikken. Ik wacht even hoor, ik ga even de kaart bekijken. Spinnetjes, wat zit dan? Allemaal spinnetjes, ik ga even kijken hier. Wat is het? Kan ik dit kapot maken? Ketting kapot slaan? Nee. Wat gebeurt als ik hier vaak op sla? Kom ik basjes in? Nog meer basjes. Ik hem kapot. Komen er dan meer basjes in of lijkt het nou zo? Ik weet het niet. Nee, niet.
Hier hebben we nog een van de rare ketel. Weer aan het draaien. Komt de stoom uit. Cool. Nou, leuk. Goed, ik ga door hoor. Ik ga door. Ik zal je niet langer vervelen. Enter. Hij gebruikt zijn coin. Voor Nerub. Nerubar Weblord. Minions with, staat erbij, minions with Battlecry cost 2 more. Oké, dus als ik minions heb met een Battlecry, zoals deze, dan kost die gewoon 5. Wat gezellig. Nou, dan leggen we deze maar neer, denk ik. Die ben ik nog niet kwijt straks, hè? Nee. Oké. Ik ben er zo erg uit. Wat is het? Oh, nog één. Moet ik kijken hoe duur mijn kaarten worden. Dus ik heb al Battlecry kaarten. Daar moeten we wat aan gaan doen. Hop. Dat zal hem leren. Even kijken hoor. Ja. Ik moet denk ik... Oh, wat is, dit is spijtig. Maar mijn knife juggler moet aan. Denk ik. Of zal ik nog een poging wagen om... Nee, ik moet geen risico's nemen. Nou, dit begint al lekker. Taunt. En een death rattle is... Your opponent puts a minion from their deck into the battlefield. Dus als hij doodgaat... Oké, als hij doodgaat komt er een van mijn minions op het veld. Oké, goed. Ik heb 4 mana. Ik zit eerst maar daar naar te kijken. Change an enemy minion's attack to 1. Ja. Ik denk dat ik deze maar pak. Ja, dat doen we. For justice. Oh, dat worden moeilijke kaarten dit. Oké, goed. Nee, ik ben helemaal uit, hé. Ik ga toch mijn kaart in de pan gaan worden. Nog zo één. Dus niet. Maar dat betekent nu als ik hem kapot maak... Dat er dan een van mijn minions op het bord komt, toch? De Abusive Sergeant. Nou, daar heb ik niet heel veel aan. Tenminste, niet superveel. Dan hebben we... Oh, die. Give a minion plus 4 plus 4. Dat is misschien wel leuk. Ja, wat wij doen is... Lastig. Lastig. Oké. Oké, we doen dit. We must cleanse the sun well. En dan leggen we ook nog even deze neer. Oh man, ik moet helemaal inkomen, merk ik. Hij heeft ook gewoon de kaart. De Abomination. Dat is wel heel lastig, maar goed. Whenever you summon a minion, give it plus 1, plus 1. Ja, die wil ik wel hebben. En dan leggen we deze hier neer. En dan doen we ook de enemy minions attack to 1. Follow the rule. En dan... Kijk, die nog niet weg. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Nou ja, goed, aan de andere kant... Oh, moet ik 2 kaarten opgeven om die kapot te krijgen? Ga ik dat doen? Ik heb geen keuze, ik zal moeten. Kijk, de knife juggler. Daar is die. Oké, dat is wel mooi. Maar deze doet dus als hij doodgaat 2 schade aan alle karakters. Dat betekent dat deze karakters het nog overleven zometeen. Dat is wel mooi. Nou, dan hou ik het hierbij. Kijk wat hij nu heeft. Oh, tadaa, mazzel. De Stoneskin Gargoyle. At the start of your turn, restore this minion to full health. Oké, dus dit ding wordt steeds weer helemaal beter. Daar heb ik ook niks aan. Change the health of all minions to 1. Ja, ik kan die combo nu doen. Destroy an enemy minion with taunt. Zullen we die maar doen? Gaat ze death rattle dan ook aan? Yep.
Hou op. Maar goed, hij is kapot en daar gaat het om. Dan kunnen we nog... hier een tik mee uitdelen. Overleeft hij nog wel. Last warning. Oei, 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 oei. Locust Swarm. 3 damage to all enemy minions. En dan wordt hij zelf weer 3 beter. Wat lastig is dit, zeg. Nou, dat kan ik allemaal. Ik kan hier nog 2... Ja, zonde, ik heb geen minions hier. Give a minion plus 4, plus 4. Dat is wel leuk. Reporting for duty. Zullen we dat maar met deze doen? Zo, dan geven we er even 5 een tik. Zo, dat zal hem leren. Hè? Op. Return a random friendly minion to your hand is the death rattle. Jemig, wat zijn het allemaal voor dingen? Deze returned a friendly minion to your hand. En als hij doodgaat, deze summon. Als hij doodgaat, komen er 2 1-1 Spectral Spiders uit. Oh, dit is niet leuk, hé. Dit is niet leuk. Hoe gaan we dit nou doen? Ik denk dat deze combinatie gaat uitspelen. Ja, dit wordt vervelend, maar toch, ik ga het toch doen. Dat betekent dat ik dit doe. Dit doe. Vervolgens dit doe. Dan deze. Dan komen die spinnetjes eruit natuurlijk. Dat bedoel ik. En die spinnetjes die pakken mij zometeen. Maar goed, eerst maar even dit en dit. Oké. Okay. Mortal Coral. Ja, dat is slim. Die AI is wel heel slim, hè? Geweldig. Oh jee. Want dit is heel slim. En dan kom je zo'n Rubian aan. In principe, als hij mijn wapen hier aan wegspelen, zou ik hem met 2 beurten kunnen hebben. Ja. Nou, deal 1 damage. Oké. Okay. For justice. Nou, dan hou ik het hierbij. Weer zo'n Rubian. Hij heeft nog 8 mana over en 3 kaarten. 4 damage doet hij. Hij slaat mij. En ik heb hem. Ik ga hem fijn pakken met mijn Elven Archer. Nee, ik ga het zelf doen. Kaartspinnetjes. For justice. Dat zal hem leren. Wat een toffe AI is dit, zeg. Dit is echt leuk om op te oefenen. Irrelevant. You'll never defeat the Grand Widow. The Grand Widow? Cool, wat krijgt hij dat voor? Haunted Creeper. Death Rattle Summon 2-1-1 Spectre. Oh, dat is die ene kaart. Die krijg ik. Nou, dat is leuk. Dat is leuk. Nou, en dan gaat hij hoor. De volgende in deze lijst is de... Nou, een of andere Widow. Is dat erbij? Hoe zei het? Feolina is training acolytes to worship me. Her job is very important. Do not disturb her. Grand Widow, Widow Feolina. Goed, die ga ik de volgende keer aanpakken. Ik hoop dat je het leuk vond. Een duimpje omhoog is ontzettend welkom natuurlijk, als je dit hebt leuk gevonden. Deel de video ook met mensen waarvan je denkt, hey, die gaan het ook tof vinden. En ik zie je dan dolgraag de volgende keer weer terug. Bedankt voor het kijken. Bye bye.